Hello and welcome to the first edition of Open Podium from the cozy living room setting of the Florist House. I would like to introduce the first performance of tonight. They are a group, a band based in this very neighborhood, and they are Mellow. So slowly, the heat will rise, and every second have the time of my life. I'm lost in the moment, no sense of time. Well, this is how it should be, just you and I. Well, you may have it all, all you have to do. Right here for you, with the bad times in the past. You keep me warm, baby, inside and out. You cannot do wrong, baby, in no seconds or doubt. You keep me warm, baby, inside and out. You cannot do wrong, baby, in no seconds or doubt. Step by step closer, I can feel your breath, and I can nothing straight now. It's messing with my head. You're driving me insane with those crazy eyes. And this is how it should be, just you and I. Well, you may have it all, all you have to do is ask, and I'll be right here for you with the bad times in the past. You keep me warm, baby, inside and out. You cannot do wrong, baby, in no seconds or doubts. You keep me warm, baby, inside and out. You cannot do Melody, thank you, and the band, Mellow, thank you very much. That was very smooth, actually. How did you guys came up to form a group together? We met at school, actually. We all do the same. We go to the Noorderpoort, and we met over there, so, yeah. All right, thanks. And is there, like, an ideal or a message that you would like to communicate in the music you make? Why do you make music? Well, why do we make music? I think it's a hard question. Yeah, it is a kind of a hard question. We all study music, so
yeah, we do it because it's something we really want to do. It's where our heart lies. And I think, yeah, the three of us, we all have different tastes in music. So I just think we make a nice color together in the music. We just want to make people relax with our music, like mellow. That's where the name came from as well. Right. A little bit laid back, a little bit R&B, but mostly pop, because that's something we grow up with. Yeah. Yeah, as I found it very smooth. Yeah, thank you. All right, thank you again, okay, all the three of you. Yeah. And we move on to our second performance of the night. We dive into spoken word. And I actually have the honor to introduce the poet of the neighborhood, Charlotte Brida. Thank you. Thank you very much. Ik ben dus spoken word artiest, maar ook wijkdichter hier van de wijk. Ik ga vanavond twee dingen doen. Eerst wil ik graag iets laten zien wat ik doe als wijkdichter. En daarna doe ik een gedicht van mezelf. Feestje. Ik wens dat alle slingers van al je verjaardagen en alle ballonnen, snoep, lichtjes en lampjes voor altijd blijven hangen in je hoofd, in de gangen en bochten van je hoofd. En dat dan, zelfs als je het niet weet, er altijd een feestje voor jou, met jou, in jou is. Gefeliciteerd. Dan doe ik nu een stuk van mezelf. 17. Ik oefen mijn lachen in de spiegel als ik 17. Ik leer dat ik dan binnen een maand van met z'n drietjes in het verlaten trapgat naar frikandellenbroodjes in een volle soos ga. Ik leer dat mijn lichaam niet voor mij. Dat ik het altijd koud heb omdat vrouwenkleren zijn gemaakt om het mannenlichaam warm te houden. Ik leer over proporties, over perfecte proporties. Ik leer dat als ik in een korte tijd zoveel mogelijk eet, dat ik dan op een plezierige manier slaperig. Ik leer dat twee vingers in de keel elke keer moeilijker dan ik dacht, maar te doen is. Ik leer dat internet dieetpillen. Ik leer dat niemand het merkt als je 5 jaar lang elke dag. Ik leer dat de waarschuwingen op het potje je wel bang maken, maar niet tegenhouden. Ik leer dat ik er niet dood aan ging. Je bent onzeker, zegt de pianodocent. Je hebt een gevoelige stem, zegt de logopedist. Je moet minder zoals jazz en meer zoals pop, zegt de zangcoach. De psycholoog zegt, je moet niet overal aan denken. Je kunt niet overal aan denken. Ik stamel, ik had er gewoon niet aan gedacht. Mijn moeder zegt, dat vind ik nou juist zo erg aan je, dat je er niet aan denkt. Ik leer dat alcohol helpt. Ik leer dat als ik dans met mijn ogen dicht, dat ik daar 10 jaar niet geweest ben. Ik leer dat alcohol helpt. Ik leer dat als ik dans met mijn ogen dicht, ik leer dat alcohol helpt. Ik leer dat als ik dans met mijn ogen, dat ik dicht. Ik leer dat ik leer, ik dicht. Dat ik dans, dat ik ben, dat mijn ogen nicht. Ik doe dat tot ik niks meer kan. Ik krijg een dochter. Ik weet niet wat ik tegen haar zeggen moet. De bekkenfysio vraagt of ik wel eens dissocieer. Ik begrijp niet wat ze bedoelt. De revalidatiearts zegt, je moet leren voelen. Je moet erachter komen wat je nou zelf. Ik weet niet meer wat dat is. Ik dacht dat iedereen het beter wist. Dankjewel. Charlotte, thank you. Thank you so much. Thank you. How was it? How are you? I'm good. A little bit shaky, but that's what I'm used to. I'm always shaky, so okay. I'm good. So it's question time also for you. Yes. I wanted to ask you, how is it that you got close to the this art form of spoken word? Well, I was active as a singer-songwriter in the Groningen community, and another singer-songwriter approached me, and she's a friend now. She said, we have these spoken word classes, groups, and you should join because it's so much fun. And she was right. It's magical. So yeah? Yeah, I really fell in love with it. Okay. Okay. Yeah, and maybe one final small question. What is your dream as an artist? My dream as an artist is the same thing as what I dream for everyone, is to be the most radiant, beautiful,
true to your to yourself self. Right. Yeah. that's what I dream of. Over een tijdje ga ik hier als wijkdichter groepjes organiseren waarbij ik met een paar mensen, of dat er nou 10, 15, 20, 30, dat maakt niet uit, spoken word workshops ga geven. Dus dan kun je van mij leren hoe je zelf ook zo'n tekst schrijft. We gaan die teksten delen, we gaan het uitwisselen. Je kan hier eventueel op het podium komen staan en... Nou ja, het doel is natuurlijk dat we heel veel plezier hebben en dat je van alles leert en dat we ervaring uitwisselen. Maar je kan ook eventueel de nieuwe wijkdichter worden, want ik doe het nu al 2 jaar en in december wordt het tijd dat er iemand anders komt. If you have some talent, you are an artist yourself and you are from this neighborhood or maybe the city, you can write us, an email and maybe you can participate to the next event. Since, as I said in the introduction, we couldn't wait to organize this event because we really think that music and art form in general brings people together, and we find that very important. And therefore, we commit to do this event monthly, every third Saturday of the month, with the exception of July and August. The next event will be on the 19th of June. So now we move to the final act. Think of they revisit the style of singer in an improvisation kind of way. So you're gonna hear two completely original lyrics and music, and I leave the stage to the duo of Esat Ekincioglu and Reske Debur. Switching to bass guitar, I will switch to something less robotic. How many stars does it take? How many wishes are at stake? What is the level that I can take? How many chances do we take? Thank you.
me like rain into a garden. You need me, baby. Otherwise, it's a burden. You need me, baby. Wow, wow, guys, that was quite a journey, actually. Cool. Thank you, thank you. Shall we start with the ladies? Okay. So, I'm curious, actually, I would like to know how you guys got to play together. How did you meet? How we guys got together? We met in the PCC, the Prins Claus Jazz Department, the conservatorium here in Groningen. Not friends from the start. But when we started, we are now inseparable. We play once a year, twice a year, and sometimes we play for 2 months every day. Okay. But yeah, that's the... Yeah, I was curious to know what drives you during the composition of your music. Like, how do you drive each other? How do you follow each other into the improvisation? Well, we need to first... definitely state here that we don't rehearse, and these songs are just happening on the spot, so everything was improvised, and the world premiere for every piece that we played was today. Yeah. And we just start playing, and then it just happens, and we had this click already for the past seven years since we met. All right, so it's about the connection. It is, definitely. Yeah. Okay, I thank you very much. Thank you. Thank you. Congratulations on this great. Yeah. Thank you, Flores House. Great place. Yes, yes. Looking forward everybody to the next time playing here. Very nice. Yeah, it looks like we are actually at the end of this wonderful day. I would like to thank all the artists again that participated. And I would like to remind you that the next event will be on the 19th of June. And if you want, if you're an artist in Groningen, and especially in this neighborhood, you can send us an email to participate. And with this, I thank you all. If you're watching now live, or if you're watching in the future, I hope you enjoyed, and have a good night. Bye-bye.